Het is 20 jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord. Na een biografie van Jaap Cohen is er nu ook een vierdelige documentaire serie over zijn leven. Theo van Gogh was radicaal beledigend. Hij maakte met veel mensen ruzie. Maar het was ook iemand die op zoek was naar aandacht, naar liefde en vrijheid vooral. Regisseur David de Jong is hier. Hij dook dus bijna 4 jaar lang. Heb je zo lang voor deze serie gedaan? Ik ben uiteindelijk 2,5 jaar over de productie gedaan. Ja, en hoe was dat om zo lang te werken aan iemand die toch heel erg onder je huid gaat zitten? Nou ja, voor mij was dat eigenlijk veel te kort. Want ik maak films die normaal een productietijd hebben van een jaartje of 3, 4. Maar dit was ook nog eens een serie van 4 keer 45 minuten. Dus ik heb een belachelijk heftige deadline gehad al die tijd. Die als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing. Want er was ook heel veel materiaal. Zijn leven is voor een groot deel gefilmd en speelde zich ook heel veel op tv af. Nou ja, er is heel veel, ja. Maar ik vroeg hoe het was om te werken, om zoveel lang geconfronteerd te worden met iemand die zo onder je huid gaat zitten. Ja, dat was een waar genoegen. Nou ja, ik ben iemand die eigenlijk wel geniet van mensen waar een randje aan zit en waar die ook af en toe onmogelijk kunnen zijn. Ja, dat wil je natuurlijk als maker. Dat iemand ook op het psychopathische af kan zijn. Dan kan je een verhaal vertellen. Als het allemaal paars en vree is, is er natuurlijk geen bal aan. Dus wat was hij voor jou? Hoe zie jij hem? Ik zie hem als een... iemand die gewoon verschillende kanten heeft, zoals wij allemaal. Alleen bij hem waren al die kanten wat extremer. En dat maakt hem zo interessant om een film over te maken. Want sommige mensen zeggen het was de liefste man die je kende, de meest empathische man die je kende. En tegelijk kennen we ook de man die ongelooflijk kon treiteren, sarren en mensen tot het bot kon beledigen. Nou ja, dat wordt er door heel veel mensen bevestigd, ja. En hij heeft ook mensen ongelukkig gemaakt. En hij heeft mensen gekwetst. Nou ja, dat gaat best wel ver, want zijn zus, hij heeft 2 zussen, wilde niet meewerken. Hij heeft een zoon, die wilde niet meewerken. Aan mijn serie, ja. Aan jouw serie, ja. De moeder van die zoon wilde niet meewerken. En zo is er nog een hele trits van mensen, dat wordt ook allemaal keurig vermeld steeds, wilde niet meewerken. Maar ik vond vooral die zussen, die zoon en die ex, denk ik, dat is toch wel... hebben ze verteld waarom niet? Nou ja, dat verschilt per persoon. Die zussen hadden al heel veel over hun broer verteld en zeiden, ja, we hebben nu al het verhaal genoeg verteld. Ja, dat is voor mij een ramp. Maar het is niet anders. En bij Liewe, ja, de zoon. Die wordt natuurlijk ook al 20 jaar de hele tijd met dat drama van de dood van zijn vader, van de moord, geconfronteerd. En die zit daar niet op te wachten om weer te vertellen. Nee. En die ex... Helene, die moeder van de Liewe? Nou ja, daar laat ik me maar niet over uit. Okay. De moeder van Theo wilde wel meewerken. Die wilde dolgraag meewerken. Dat wordt een belangrijke zeker vertelling. Zeker niet. Maar ze zit er zoveel in. Ja, ik dacht, nou, die vindt het heerlijk. Gaat een jaar van correspondentie en uiteindelijk een brief aan vooraf, voordat zij ook over de streep was. Ja, en toen ging ze all the way, ja. Ja, want het is wel de rode draad geworden in de serie. Ook nog een vriendin in een rolstoel aan wie Theo brieven schreef. Die zit ook als een rode draad erin. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Die Mieke van den Berg, een gehandicapte vrouw die Theo kende van zijn school in Wassenaar, die fungeert als een soort verteller bij iedere aflevering. We hebben daar een fragment van. Vroeger spoot ik wodka met injectienaalden om maar zo snel mogelijk dronken te worden. Toen ik 12 was, gebruikte ik niets. Ik droomde alleen maar dat ik van u hield en u van mij. En dat we altijd samen zouden blijven. Dat er iemand was om te omarmen die ook om mij gaf. Ik hoop dat u terugschrijft, want u maakt me vrolijk en melancholiek tegelijk. Dag. Dit is dus een brief die zij voorleest van Theo aan haar. En dat is in de film de gevoelige kant van Theo, die de tv-kijker misschien nog niet kende. Ja, dat is zo, ja. Dit is die gevoelige kant, die kwetsbare kant.
De lieve een hele kant. Andere kant dan de Theo die de meeste mensen kenden, ja. Zij was een correspondentievriendin, eigenlijk. Nou ja, hij wilde eigenlijk vlak voor zijn dood... heeft hij de laatste brief aan haar geschreven en vroeg hij... wil je mijn correspondentievriend worden? En een week later was hij vermoord. Mm-hmm. Maar die brief, hoeveel brieven waren er dan in totaal? In totaal waren er 5. Oh ja. Ja. En die begonnen ergens 6 weken voor zijn dood. Okay. Ben je dichter bij begrip gekomen? Want je doet best wel serie je best om te begrijpen... van hoe kan iemand die zo lief en zacht kan zijn... ook zo ongelooflijk beledigend zijn? Waar komt die kwaadheid vandaan, die woede? Bijna Freudiaanse verklaringen komen langs. Of moet je, ben je bij verklaring gekomen of moeten we gewoon zeggen... ja, het was ook gewoon een hufter? Nou ja, wat ik heb geprobeerd is om diep te graven. Dus... wat voor mij impact heeft gehad, is het oorlogsverleden van eigenlijk die hele familie. Van 2 kanten. Zijn moeder, die een executie van 33 verzetstrijders bij moet wonen op haar 8e. Zijn oom, naar wie die vernoemd is, Theodor. Die op zijn 25e, een week voor die executie, waar Anneke heeft moeten kijken. Ook geëxecuteerd is, een jongen van 25. De moeder heet Anneke, ja. Moeder heet Anneke. Ja. Dus dan zie je 3 moorden in 1 stad. Een soort driehoek zag ik voor me van 3 moorden... die door dat gezin heen lopen. En ja, dan kan je causale verbanden leggen. Dat doe ik niet echt, maar ik werp meer op... van dit zijn de factoren in zijn leven. En dan kan je er zelf een verhaal bij maken als kijker. Want hij had een hekel aan de omstanders, de hypocrieten... de mensen die wegkeken, de mensen die niet zuiver waren. Dat was een drijfveer voor hem en dat maakte hem woest. Dat zou dan een soort verklaring zijn. Nou ja, die hypocrisie die hij waarnam... was misschien voor hem een soort pars pro toto van de echte leugenaars, de fascisten. Er zit nog een lijn in de film die ik interessant vind. Want Reven wordt aangehaald, het ezelsproces. En als je het dan historisch bekijkt, kan je zeggen... er is een soort vrijheid bevochten in Nederland vanaf de jaren 60. En die is opgehouden in 2004, toen Theo van Gogh werd vermoord. Nou, wat vind je van zo'n theorie? Nou ja, je snijdt een cruciaal punt aan in de hele serie. En iets wat mij ook enorm inzicht heeft gegeven in de boosheid van Theo. Als je op een rijtje zet wat er in de jaren 60 is verworven aan vrijheid... met bloed, zweet en tranen. Dus dan zie je het ezelsproces van Reven. En ik heb ook laten zien bijvoorbeeld Pisa, die de paus belachelijk maakte en zo... Ja. Dan begrijp je ineens... Pisa, dat waren twee... Spaan en Vermegen tv-programma. Waar twee komieken. Moeten we nog even uitleggen misschien, ja. Ja. Nou ja, en wat daar verworven is... dreigde ineens in de jaren 90 verloren te gaan... doordat je niet meer mocht zeggen wat je wilde. En daar was Theo gewoon ontzettend kwaad over. Het gekke is dat hij heel lang hele nare dingen over Joden zegt. Hij wordt ook veroordeeld voor antisemitisme, maar dat blijft een beetje bij een geldboete. Hij heeft nare dingen gezegd over christenen. Dat werden boze, ingezonden brieven. Maar toen hij bij de islam aankwam, ja, toen had hij toch iets anders tegenover zich. En dat heeft hij misschien wel onderschat. Nou ja, wat is de vraag? Nou ja, dat hij eigenlijk al heel lang zocht naar het ideale slachtoffer. En dit was het slachtoffer dat... daadwerkelijk voor hem kwam. Maar wat is dan de vraag? Nou ja, is dat dan daarmee ook het einde aan de vrijheid van meningsuiting? Dat heeft hij denk ik wel blootgelegd in die tijd. En ik heb mezelf ook moeten censureren. Dus ik heb niet vrij uit Submission kunnen citeren. Gewoon voor mijn eigen veiligheid. Dat is die film die hij samen met Ayaan Hirsi Ali heeft gemaakt. Sorry, ja, dat moet ik even toelichten. Nou ja, nee. Ik weet niet wat mensen allemaal weten. Dus, ja. Nou ja. Maar jij was je permanent bewust van het gevaar van... Oké, we leven dus nu ineens in een land waarin je heel veel dingen niet meer kan zeggen. Waarin je echt op je woorden moet letten. Ja. Die vrijheid die Reven voorstond, die is er dus niet meer. Nee, die is er niet meer. En we zijn 20 jaar verder en het is nog erger geworden. Want nu mag je linkse uitspraken straks niet meer doen. Want dan krijg je heel internet over je heen. En voor de islam geldt hetzelfde. Als je nu gepeperde dingen zegt over de islam, dan loop je nog steeds gevaar. Ja. Hij had ook nog een kortstondige correspondentie met Connie Palme. Die noemt hem in de biografie van Jaap Cohen, met wie hij hebt samengewerkt voor deze serie, een psychiatrisch geval. Wat denk jij? Ja, ik had er laatst met iemand over. Nou ja, je kunt misschien wel 7 diagnoses stellen, maar ik ben geen psychiater nog.
Je denkt in eerste instantie, denk je, zo'n aandachtjunk, dat is een narcist. Ja. Dat is een topnarcist. Maar dan ga je je verdiepen en dan zie je een man die ongelooflijk empathisch kan zijn. Ja. En zich kan verdiepen in anderen en op handen gedragen wordt door zijn acteurs. Ja. Als je denkt, hij is een psychopaat. David, we moeten afronden, want het ster komt eraan. Nou ja. Zeg even maandag op NPO 2, de hunkering over Theo van Gogh.